Jong een hele moeilijke oefening heeft. Dan uit Oekraïne, Daria Zoba. Brug met ongelijke liggers. Oekraïne, topland in de wereld. En vooral op dit toestel hebben ze een rijke traditie. Kijk, prachtig technische beweging. Mooie combinatie naar het endo spreiden in ondergreep. Dan een hele draaiende lengtas en van daaruit de jager. Als zesde kwam ze de finale binnen. En Zoba is echt een turnster die gaat voor de medailles. Die heeft het in zich. Mooie techniek, dubbel salto. Hey, jammer van die pas. Ja, van die pas. Kijk, dat was vroeger nog maar 1/10 punt aftrek. Maar zo'n grote pas is nu al gauw 3/10 punt aftrek. Want de waarderingsvoorschriften zijn aangescherpt. Om nog meer verschil te maken tussen top en subtop. Maar de oefening was natuurlijk geweldig. Zo, we hebben twee Oekraïense turnsters in de finale. En zij, deze Daria Zoba, is 17 jaar. Maar draait al aardig wat jaren mee. In 2004 was ze er ook bij de Europese kampioenschappen hier in Amsterdam. En toen deden ze met de junioren mee. En bereikten ze in de meerkamp, dus de vierkamp, de 12e plaats. Maar aan de brug met ongelijke liggers in die toestelfinale, bij de junioren heb ik het over, won ze de zilveren medaille. Kortom, het is haar sterkste toestel. Dan zien we nog een keer die zolen draait tot handstand met halve draai en eraf springt. Ja, de turnsters krijgen tegenwoordig 2 seconden.